Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Mijn naam, dat is Alta Dylan. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Mijn naam, dat is Alta Dylan. En ja, eindelijk weer een nieuwe vlog. Eindelijk weer vlog live gestart. Weer elke dag vloggen. En ja. Maar ik weet niet of ik elke dag ga uploaden. Dus ja, elke dag vloggen. En elke dag editen. Oh my god. Ja. Dus ja, vanaf nu eigenlijk wel daily uploads, denk ik. En ja, vandaag was het plan naar de kapper te gaan, maar ik heb geen zin om naar de kapper te gaan. Misschien ga ik morgen. Maar vandaag, ik weet niet wat ik vandaag ga doen. Ik ga een beetje gamen, denk ik. Nog een streamje kijken van iemand, denk ik. En maar vandaag ga ik eigenlijk een rustige dag houden. Oké. Misschien nog eventjes gaan wandelen of gaan trainen of dit of dat. Maar ik ga vandaag wel een rustig dagje houden. En ook wel editen natuurlijk. Want dat ik deze vlog op zaterdag kan uploaden. What? Bro, what are you talking about, man? En dan ja, nog een vlog voor. Dan morgen de vlog voor zondag maken. Zondag ga ik wel niet vloggen. Want dan ben ik geen dag aan het zotten, dan heb ik geen tijd eigenlijk voor. Voor te vloggen, dus zondag geen vlog. Vandaag is er wel een vlog, morgen en dan maandag terug een vlog. Dus maandag gaat er geen vlog online komen, dinsdag of woensdag wel. Dus ja, vlog live is gestart. Yes boys, vlog live is gestart. En ja, eindelijk terug aan het vloggen. En terug mijn editstijl kunnen doen en zo. Dus ja, eigenlijk wel iets leuks dat ik terug kan vloggen. En ik ga eens kijken of er al kindjes, alle kinderen zijn van naar school te komen en ja. Dit is toch al één meisje voor naar school te gaan en ja. Maar de school gaat er pas, nee, begint er pas om 8:45 of zo. Ik weet het zelf ook niet, hoe laat dat die begint de school. Maar ja, vandaag ging ik nog morgen naar de kapper, maar ik heb geen zin. Ik ga morgen of volgende week. Want ik heb echt geen zin om vandaag naar de kapper te gaan. Ik ga zo dadelijk eens naar beneden, ik heb daar juist al ontbeten. Ik ben daar juist al gedoucht, maar... Nice. Ja. Yes boys. Vlog live is weer gestart. Nu ga ik eventjes arrivederci, wacht. Nu ga ik eventjes arrivederci. Een reukje spuiten en ja. Yes boys. Oh, dat pikt. Maar dat doet goed, dat pikt. Ja boys, zo dadelijk vertrekken naar de winkel. Want ja, ik moet naar de winkel vandaag. En misschien neem ik jullie nog mee overdag. En ja. Kids, zoals ik in elke vlog zeg, en elke video, zeg hydrate. 2 shots of water. Then 1. Dit was dus mijn eerste slok water van de dag. En ja, ik ben de laatste 4 dagen, dat is nu mijn... De 4e dag dat ik een fles water op mijn kamer heb. En ik voel al wel het verschil. Ik voel precies dat ik al wakkerder ben. En dat ik minder koppijn heb eigenlijk. Nice. Minder koppijn en... Meer kan concentreren op mijn scherm. En ja. Maar dat kan ook eigenlijk allemaal liggen aan mij. Maar in de week heb ik echt zo'n zware koppijnaanval gehad. Dat was donderdag, dinsdag, woensdag.
Dat ik toch een pijns daarop moet pakken. En ja. Maar nu ga ik eventjes deze stukje van de vlog editen. En ja. Zie jullie dan, guys, on the way. En nu ben ik dus onderweg naar de Aldi. En ja. Dat is in mijn dagelijkse route. Van hier, van thuis naar de Aldi en terug. Dus ja. Ja, omdat ik hier de Stabrug gewoon is alles zo kort op in. Ik heb hier de Picloplein. Je hebt hier een Aldi, je hebt hier een Albert Heijn, je hebt hier de Lidl. Ah ja, ik moet er nog meer remmen. De lijst heb je hier wel niet, maar dan kun je voor naar Putte, Stabroek, Putte Kapelle gaan. En dan heb je ook in de lijst, dus ja. En ja, we zijn al een goede uur ver en ja, ik heb mijn iPhone al een dag en die werkt nog steeds perfect. Maar ja. Over naar het volgende stukje, dan ben ik waarschijnlijk van de Aldi naar huis. En nu ben ik onderweg naar huis. Jullie zien, ik sta hier aan de Aldi en ja. Dus ja, de Aldi ben ik binnen geweest en ja, dat is eigenlijk wel plezant om te gaan winkelen, even mijn benen te spreiden en ja. Maar ik ga niet zo graag naar de winkel, zeker als het 2 of 3 keer op een dag is. Dus ja, maar de ene keer, zo van wel. Het is gewoon dat ik mijn benen kan spreiden in een dag. En ja, want anders zit ik een hele dag op mijn computer en ben ik niet naar de winkel geweest. En ja, dus zien we leuk uit de beach. En nu ben ik terug in mijn huis gespawnd. Ja, terug in mijn huis. En ja, zoals ik altijd zeg, terug. Say hi, Reepkes. Stay hydrated. Ik had nu echt een dorst en iets zonder fles water, dus ja. Maar nee, maar ja, ik ben naar de Aldi geweest juist. Nu ga ik weer dat stukje van de vlog eruiten van de Aldi. En ja. En dan ga ik iets eten, denk ik. Lunchen en dan bij de vloggen zeker, ik weet niet. Maar mijn lunch ga ik niet laten zien. Dat is gewoon een cornflakes of 2 of 3. Dat zal te zien hoeveel honger ik heb. En ja. Ja, boys en girls. Nu ben ik dus onderweg naar de kapper. Ja, ik ga toch naar de kapper vandaag. Want ja, ik moet eerst mijn geld gaan halen onderweg. Want ik kan enkel cash betalen bij de kapper. Ik heb een blauw mondmasker aan. Dus ja, bij de kapper mogen alleen maar de blauwe mondmaskers. De chirurgische dus. En ja. Ik ga nu vooral zien dat ik tegen zondag klaar ben en ja. Dus ja, ik ben naar de kapper. Ja, boys en girls, ik ben juist terug van de kapper en het ziet er echt wel fresh uit. Nice. Nou, we zijn een half uurtje terug thuis en nu ben ik eventjes aan het rusten en eventjes wat TikTok kan me zien en eventjes wat mijn social media aan het checken en yeah, boy. En dat doe ik ook eigenlijk in een dag. Een beetje mijn social media checken als ik niet met YouTube bezig ben of niet aan het editen ben, check ik mijn social media en ja, de laatste tijd check ik niet veel social media waar ik veel aan het editen ben of aan het werken ben. Dus ja. You know the rules and so do I. Say goodbye. Boys and girls, het is nu ongeveer 20 voor 4 bedoel ik. Niet half 5, maar 20 voor 4. En ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Met een naam, dat is Dan Altijd Dylan. En ik zie jullie in de volgende vlog maar weer. Joejoe!